In deze volgende video's gaan we het hebben over de hypergeometrische verdeling, beter bekend als het FAS-model. Nou, het FAS-model vindt heel veel toepassing binnen de kansrekening aan meer complexe opgaves. Maar voordat we daarmee gaan rekenen, is het eerst belangrijk dat je begrijpt wat precies het FAS-model is en hoe je hier inderdaad mee kunt rekenen. De video is opgedeeld in 3 stukken. Laten we eerst eens beginnen met een hele eenvoudige vaas, namelijk een vaas met 9 rode knikkers. Je pakt 4 knikkers uit de vaas. Op hoeveel mogelijke manieren kun je nu 4 rode knikkers uit deze vaas pakken? Nou, wanneer we eens even gaan nummeren, dan zou je bijvoorbeeld uit die vaas de knikkers 1, 2, 3 en 4 kunnen pakken. Nou, dan heb je uiteindelijk de knikkers 1, 2, 3 en 4 in je hand. Maakt het hier nu eigenlijk wat uit of ik eerst knikker 4 gepakt heb, dan knikker 2 en dan knikker 1 en dan knikker 3? Of dat ik eerst 1, 2, 3 en dan 4 heb gepakt? Nee, voor het resultaat dat je dus die 4 knikkers in je hand hebt, maakt het niet uit. Kortom, de volgorde van pakken maakt hier niet uit. Je kunt hier dus gebruik maken van combinaties. Je hebt hier dus te maken met combinaties. Nou, dus hoeveel manieren kan ik inderdaad 4 rode knikkers uit die vaas van 9 pakken? Dat is dus 9 boven 4. Dus 126 manieren om 4 knikkers uit die vaas te pakken. Nou, dan de vraag, wat is de kans dat je 4 rode knikkers pakt? Als ik 4 knikkers uit die vaas pak. Misschien heel eenvoudig, maar hier is de kans nog 1. De kans op 4 rode knikkers is natuurlijk 1. Maar wat nu wanneer we hier wat andere knikkers bij gaan gooien? Dus we krijgen nu een vaas met 9 rode knikkers en 6 groene knikkers. Wederom pakken we 4 knikkers uit de vaas en we stellen weer de vraag, wat is nu de kans dat je 4 rode knikkers pakt? Ja, die 6 groene knikkers die gooien natuurlijk roet in het eten, dus de kans is niet meer 1, maar wat is die dan wel? Kans. Oké, laten we even de definitie van Laplace er weer bij halen. Kansdefinitie is het aantal gunstige gedeeld door het aantal mogelijke uitkomsten. Hoeveel uitkomsten zijn er precies gunstig? Nou, gunstig wil dus zeggen dat ik dus 4 rode knikkers pak. En die moeten natuurlijk uit die groep van 9 rode knikkers komen. Op hoeveel manieren kan dat? Nou, ik kan op 9 boven 4 manieren, zoals we net ook al gezien hebben, kan ik dus op 126 manieren kan ik 4 knikkers pakken. 4 rode knikkers uit die groep van 9. Dat zijn mijn gunstige uitkomsten. Maar dan het aantal mogelijke uitkomsten. Want er zitten niet alleen maar rode knikkers in, er zitten ook die groene in. Kortom, in totaal hebben we daar een vaas van 15 knikkers. En om hier 4 knikkers uit te pakken, dat kunnen we dus op 15 boven 4 manieren. Dus dit zijn de mogelijke uitkomsten. 1365 manieren. Dus de kans op 4 rode knikkers is dus 9 boven 4 gedeeld door 15 boven 4. Dat hebben we net gezien, dat is dus 126 gedeeld door 1365. Dit mag je zo in één keer noteren, alleen je hoeft niet die tweede stap te noteren. Je mag gewoon gelijk hier dit invoeren in je rekenmachine en dus gelijk afronden op 3 decimalen, 0,092. Kortom, er is een kans, als ik 4 rode knikkers uit die vaas pak, dat dit dus 9,2, of een kans van 9,2% dat ik inderdaad ook echt 4 rode knikkers in mijn hand heb. Dan, wat nu als je 5 knikkers uit de vaas pakt? En we vragen niet alleen maar rode, maar we willen weten wat is de kans dat je als je 5 knikkers pakt, dat er 3 rood zijn en 2 groen. Wat is die kans? Nou, wat zijn het aantal mogelijke uitkomsten? Want we hebben nog steeds dezelfde knikkers in die vaas zitten, dus het aantal mogelijke uitkomsten is niet veranderd. Behalve dat het nu 15 boven 5 is. We hebben nu 5 knikkers die we eruit pakken. We zien dus dat we nu dus op 3003 manieren 5 knikkers uit die vaas kunnen pakken. Ja. Hoeveel zijn hiervan gunstig? Nou, laten we eerst maar naar die rode gaan kijken. Het aantal manieren om 3 rode uit die vaas te pakken. Dan kiezen we dus 3 rode uit die groep van die 9 rode. Daar moeten ze uitkomen. Op hoeveel manieren kan dat? 9 boven 3. Er zijn 84 manieren om 3 rode te pakken. Op hoeveel manieren kan ik 2 groene pakken? Die moeten uit die groep van 6 groene komen. Kortom, 6 boven 2, dus 15 manieren. Er zijn 15 manieren om 2 groene uit die groep van 6 groene te plukken. Oké, maar dat is niet eigenlijk wat we willen. Wat zijn het aantal gunstige uitkomsten? Dat is de combinatie van deze twee. Dus hoeveel manieren zijn er om 3 rode en 2 groene te pakken?
uit de combinatoriek weten, wanneer we het over een N-geval hebben, hebben we het altijd over een keer. Je combineert eigenlijk die 15 manieren bij de een met die 84 bij de ander. Dus we krijgen hier te maken met 9 boven 3 keer 6 boven 2. Of 84 manieren keer 15 manieren. En we komen op 1260 manieren. Dus 1260 manieren om dus 3 rode en 2 groene uit die bak te pakken. Nou, in totaal zijn er 3003 manieren die mogelijk zijn. Daarvan 1260 gunstig. En dus kunnen we de kans berekenen. Namelijk het aantal gunstige gedeeld door het aantal mogelijke uitkomsten. Dus de kans op 3 rode en 2 groene. En dit mag je zo in één keer opschrijven. Al die stappen ervoor zijn dus niet nodig. Die waren hier alleen maar voor uitleg. 9 boven 3 keer 6 boven 2. Dat zijn je gunstige uitkomsten. Gedeeld door het aantal mogelijke uitkomsten. Dus gedeeld door 15 boven 5. Ronden we het af op 3 decimalen, dan krijgen we 0,420. Kortom, 42% kans dat wanneer je 5 knikkers uit die vaas pakt, dat 3 rode en 2 groene zijn. Nou, je ziet hier ook nog even dat zowel onder de deelstreep als boven de deelstreep, daar zie je 15 staan bij die combinaties, bovenin, als je die 2 optelt, kom je ook op 15. Dat is niet voor niks, want dat is die verdeling van die 15 knikkers in een groep van groen en een groep van rood. Dezelfde manier zie je ook, we pakken 5 knikkers, onderin staat die totaal en boven is die opgesplitst naar die groene en naar die rode knikkers. Nou, dit is wat betreft het vaasmodel. In de volgende video, die je alleen vindt op onze website wiskundeacademie.nl, gaan we het hebben over een voorbeeldopgave met dit vaasmodel. En daarna gaan we verder naar het echte toepassen van het vaasmodel op werkelijke problemen. Tenminste, vaasmodel is natuurlijk al, een vaas met knikkers is werkelijk, maar meer ingewikkeldere problemen. Dus tot in de volgende video.